Yo kijkers van Be The Movie en welkom bij deze nieuwe video voorbij. Met vandaag 13 random feitjes over mij. Ik zit nu op mijn kamer, op mijn slaapkamer, omdat ik dacht van fuck it, YOLO, ik ga gewoon een keer weer hier opnemen. Ik zie wel wat eruit komt. Be The Movie. Laten we maar snel doorgaan naar mijn 13 feitjes over mij. Feit nummer 1 is dat ik wel gedoopt ben, maar ik heb geen doopnamen, in ieder geval niet echt doopnamen, omdat ik maar één naam heb en dat is Stefan en Bartels, maar Stefan vooral. Nummer 2 is dat ik wel katholiek slash christelijk ben opgevoed, maar ik geloof niet in God. Feit nummer 3 is dat ik ben geboren in Amersfoort, dat is in de provincie Utrecht. Daarna heb ik in Barneveld gewoond, dat is in de provincie Gelderland. En nu woon ik al zo'n 10 jaar in Uden, oftewel Noord-Brabant. Nummer 4 is dat ik een stripfanaat ben. Vooral gaat het dan bij mij om Suske en Wiske. Ik heb daar heel veel boeken van. Ook heel veel dingen als beeldjes, borden die ik er heb liggen, placemats, dvd's, noem maar op. Ik heb echt heel veel en ik ben ook naar een circusbaron geweest, oftewel naar een musical geweest. Dat was echt heel erg leuk. Stripfanaat dus. Feit nummer 5 is dat ik vroeger zanger wou zijn, maar ik kan slash kon, ik kan niet zingen. Feit nummer 6 is dat ik hypermobiel ben en dat wil zeggen dat ik onder andere mijn benen in mijn nek kan leggen en ik kan het daar wel even voor gaan doen. Zo erg vind ik het namelijk niet. De meeste kijkers vinden het wel erg om te zien, maar dit is het. Ik kan nog met 2, maar dat kom ik een beetje los en dan moet ik naar achteren. Nee, ik zit niet. Maar dat kan ik dus, zelfs onder andere trouwens. Feit nummer 7 is dat mijn eerste diploma was mijn veetstrik diploma, maar ik droeg klittenband. En ik vind dat nog steeds heel erg veel fijner, ondanks dat ik nou wel goed veetjes heb, maar zo be it, ik vind klittenband veel fijner. Maar ik heb wel mijn veetstrik diploma en dat was mijn eerste diploma ooit. Feit nummer 8, voor de mensen die het nog niet weten, ik hou van autodrop. En dan met name Cadillacs, oftewel roze autodrop. Kun je maar altijd hier blijven. Feit nummer 9 is dat ik vroeger echt vaak naar K3 en chips luister. Ja, ik ben er ook mee opgegroeid bij chips, K3. En volgens mij hebben wij hier beneden zelfs nog een paar dvd's van chips liggen. Jee. Feit nummer 10 is dat ik mijn allereerste knuffel, zover dat ik weet, nog heb. En hij ligt hier even. Want hij ligt zelfs op mijn bed. Jee. En hij heet Rakker. Wat is het toch een schattig beestje? Feit nummer 11 is als dat ik ooit een huisdier zou mogen, zou willen, zou krijgen, zou kopen, weet ik wat hoe dat je het wil noemen. Dan zou het zo'n klein hondje zijn, eigenlijk zo groot als deze, eigenlijk net iets groter waarschijnlijk. Dus als dat je deze zo op poten ziet, zo groot zou die dan ongeveer worden. Feit nummer 12 is dat ik ooit een klein radiootje heb gekregen van mijn vriendinnetje op de basisschool. Omdat ik toen ging verhuizen naar Uden toe en dan kon ik, mocht ik dan een keer weer naar haar toe gaan, dat ik dan onderweg wat te doen had met die radio. Schattig eigenlijk. Eigenlijk best wel schattig. En laatste feit is feit 13 en dat is dat 13 mijn lievelingsgetal is. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk, doe even een blauw duimpje. Vond je hem minder leuk, kun je hem ook onder in de reacties achterlaten wat dat ik kan verbeteren aan de video's. Om het voor jou ook leuk te maken. Hebben jullie misschien nog vragen aan mij die ik kan beantwoorden? Dan laat ze zeker weten in de reacties achter of dat jullie vaak dit soort video's weer willen. Dan kan ik dat zeker gaan regelen. In ieder geval tot de volgende keer en zeg je mening. En dat is haal. Doei!